Goedemorgen, ook namens mij heel erg welkom op dit klimaatparlement dat inderdaad al voor de derde keer georganiseerd wordt. Mijn naam is Annelie, journalist bij VRT Nieuws. Ik ben heel blij dat ik hier vandaag opnieuw voor jullie mag staan. Filip heeft dat al uitgelegd. Het concept van het klimaatparlement is eigenlijk glashelder. 6 mensen, bedrijven, organisaties met een goed idee voor het klimaat mogen dat idee aan jullie komen voorstellen en u met uw ervaring en netwerk kan dan helpen om te kijken, is dat inderdaad een goed idee? Wat is er nog nodig om dat uit te breiden, om dat op te schalen? Dat is de bedoeling van het Klimaatparlement. Nu, we hebben dat al een aantal keren georganiseerd en het is misschien een goed idee om deze dag te starten met mensen die er de vorige jaren ook bij waren, om dat idee te pitchen en om eens te horen hoe het daar nu mee gesteld is. Ik nodig heel graag uit Johanna Huilenbroek, Alexandra Liebaert, Hugo der Kinder en Walter Patijn. Geeft u hen een hartelijk applaus. Komt u erbij? Het is inderdaad wel op. Ja. Ja, zijn met z'n drieën. Johanna Huilenbroek is er blijkbaar niet bij, maar dat wist ik niet. Is Bart Verkouteren in de zaal? Niet. Maar we hebben 3 prachtige mensen die hier de vorige jaren ook geweest zijn, dus we gaan het rijtje af. Alexandra Liebaert, ik herinner me nog dat u vorig jaar hier vol passie een vat vol ideeën was. U hebt het gehad over luchtverversing, over waterstofbussen. Wat heeft het Klimaatparlement vorig jaar voor u betekend? Ja, het Klimaatparlement, misschien eerst even terug inpikken op Filip. Filip, na jouw meeting die je had bij de universiteitsprofessor, heb je mij gebeld. Zeg Alexandra, ze zeggen mij dat het klimaat op hol gaat slaan als we niet op actie nemen. Is dat waar? Ik zeg, ja Filip, dat is waar. En dan gaan we daar iets aan doen, zei Filip. En wat hij gedaan heeft, is eigenlijk fantastisch. Ik was al jaren met Filip bezig rond waterstof. En door hier te kunnen pitchen, ben ik eigenlijk de kracht gegeven om door te gaan. Want op dit moment is waterstof aan het boomen in Europa. Maar heb ik eigenlijk kansen gekregen om te gaan praten met directeuren van de lijn, over hoe kunnen we de lijn helpen verduurzamen. Er zitten hier vandaag ook weer mensen die mee kunnen helpen met een netwerk om te helpen dat politiek het toelaat. Want dat was mijn hulpvraag toen. Kunnen jullie helpen om politiek draagvlak te creëren, om de lijn sneller te verduurzamen? Het kan nog steeds niet, maar het netwerk en de druk om het te doen is al groter geworden. Maar ook de scholen. Ik kwam hier vorig jaar met een klein vogeltje over luchtkwaliteit babbelen bij scholen. Zoals een kanariepietje was dat? Ja. Dat vogeltje heeft mij eigenlijk toegelaten om nu met scholengroepen te gaan praten over hoe kunnen zij net zero worden. Hoe kunnen zij heel snel al die miljoenen die zij in de toekomst zouden geven aan fossiele brandstoffen gebruiken om nu investeringen te doen in hernieuwbare energie. En ik kan dat niet alleen, maar doordat ik hier een platform heb gekregen, heb ik nu ook een functie gekregen in een bedrijf, Sweco Belgium, waar ik mag helpen als energietransitiemanager om henzelf en hun klanten versneld de energietransitie te laten doen, maar integraal, dus niet alleen maar energie, ook biodiversiteit, ook de stikstofproblematiek, de luchtproblematiek mee te nemen en holistisch te gaan kijken. Dus dank je wel, Filip, en vooral aan de mensen die hier zijn. Het is ongelooflijk. Gebruik echt elke kans die je hebt om te netwerken, want je weet niet die eerste stap naar die volgende stap, die credibiliteit van hier te komen, hoe dat helpt om veel sneller succes te realiseren en impact te realiseren. Dankjewel Alexandra, dat is een heel compliment. Ik onthoud dat netwerk heel erg belangrijk is. Hè. Hugo der Kinder, mensen kennen u van het voedselbos. Als u nu niet zou weten wat een voedselbos is, wat is een voedselbos? Een voedselbos is een door de mens aangelegd systeem met vaste planten die allemaal menselijk voedsel genereren, voortbrengen. En die in lagen is opgebouwd, zoals een bos, zodat het zichzelf onderhoudt. Dus eigenlijk heel weinig onderhoud, ecologisch fantastisch,
goed voor de biodiversiteit, CO2-opvang. En het is eigenlijk een permanent zalige omgeving om in te leven. Wat heeft het Klimaatparlement voor die voedselbossen betekend? Wel, we zijn opgestart 2 jaar geleden. We hebben snel in de breakout-sessies een aantal mensen gehad die in de idee geïnteresseerd waren. En dat heeft al onmiddellijk een paar inhoudelijke verbeteringen meegebracht. De eerste is, ik dacht dat een voedselbos eigenlijk een initiatief was voor mensen die een groot stuk land hadden. Een half hectare landbouwgrond of zoiets. En dat bleek niet waar te zijn. Er zijn ongelooflijk veel mensen die met die idee rondlopen en zeggen, tja, dat is misschien wel iets en ik moet daar ook wel iets aan doen. En dan kom je van in de hele gamma van openbare besturen, zoals gemeenten, tot particulieren met zelfs een vrij kleine tuin, die eigenlijk allemaal zeggen, maar geef mij ook eens een recept hoe ik er kan aan beginnen. Tweede inhoudelijke doorbrekende idee was, je kan ook varianten van een voedselbos bedenken die aan dezelfde behoefte voldoen, maar die ook kleinschalig kunnen zijn. En dat maakt het mogelijk dat mensen die zelfs beperkte oppervlakte beschikbaar hebben, toch nog dat idee kunnen realiseren. Dus dat waren de 2 inhoudelijke bijdragen op dat moment. Het grootste effect was, die groep die daar samengekomen is, is daarmee verder gegaan. Dus we hebben dan een feitelijke vereniging opgericht, Tuinen van Heden, en we zijn beginnen organiseren om die idee uit te dragen. Heeft een paar, 3 zeer interessante effecten gegenereerd over 2 jaar. 1, we hebben een website gemaakt waar mensen zeer veel kennis kunnen vinden en tips en hoe maak ik een plan en hoe doe ik die aanplan en onderhoud. Dus heel concreet is dat allemaal. Heel concreet. Heel concrete hulp bij, oké, ik wil beginnen, hoe doe ik dat? Tweede effect is dat we subsidies hebben gekregen. Er is Europese subsidie in een LEADER-project die toch wel alles samen 150.000 euro bedraagt. Maar we doen dat met een aantal partijen. Wij zijn er maar 1 kleintje van. Regionaal Landschap, de Bosgroepen, Veld, Thomas Moor voor de wetenschappelijke begeleiding. En we hebben geld gekregen om voor volgend jaar 5 projecten te realiseren. In de streek van kleine groepenheden hier. Dus we hebben een aantal projecten in Geel, in Zammel, in Gierle enzovoort. En ook een gemeentebestuur is daarbij. En we zijn dus bezig met die projecten te begeleiden naar realisatie. Dat is een heel belangrijk tweede effect. Het derde is dat wij geleerd hebben door onze werking dat je echt maar, zeg maar, het zaad kunt verspreiden als je lokaal mensen bij elkaar brengt. Die dan eigenlijk enorm veel informatie uitwisselen, tips, gegevens, planten enzovoort. En eigenlijk allemaal in een soort van kleine community elkaar versterken en ondersteunen om die projecten te realiseren. Dat zijn de 3 grote verwezenlijkingen. En dat is allemaal hier begonnen of hier verder gegaan op het Klimaatparlement. Ik onthoud netwerk, ik onthoud zaadjesplanten die dan op wonderbaarlijke wijze zichzelf vermenigvuldigen. Walter Patijn van Lauwpad, ik herinner mij uw presentatie in een van de breakout sessies. Dat ging over banden die gerecycleerd werden in de haven van Antwerpen. Kan het dan een beetje concreter worden? Ja, absoluut. Ja, dat gaan we doen. Wij converteren oude autobanden naar 5 waardevolle nieuwe grondstoffen. Was daar mascara bij? Nu dat zou zomaar kunnen, want carbon black zit overal in wat zwart is, dus ook in mascara. Dus nee, dat is. Dat is wat wij doen, dat doen we op een energie-neutrale en een CO2-neutrale manier. En een materiaalvalorisatie van meer dan 97%. Dat klinkt inderdaad heel goed. Wat heeft het Klimaatparlement, hè, waar u vorig jaar dat bent komen voorstellen, wat heeft dat voor u betekend, heel concreet? Veel publiciteit, heel veel belangstelling van mensen die hier aanwezig waren en indirect over het project vernomen hebben. Dat maakt dat wij met een sneltreinvaart vooruit zijn gegaan. We inmiddels de Recycle Hub subsidie maximaal hebben gekregen van OVAM. En dat is toch iets wat ons project enorm ondersteunt. Dankjewel om dat met ons te delen. En Johanna Huilenbroek is er gelukkig ook bij. Johanna, u bent van
Claire, dat is een mooie vrouwennaam, maar dat is ook de samentrekking van Clean Air. Dat is eigenlijk een digitaal platform, als ik het nog goed heb onthouden, waarbij bedrijven aan de ene kant die iets willen doen aan hun uitstoot, contact kunnen leggen met organisaties, bijvoorbeeld natuurverenigingen, die fondsen zoeken, maar die bedrijven ook kunnen helpen. Hoe ver staat dat met Claire? Dat is inderdaad heel mooi samengevat. Hoe ver staat het met Claire? Ik herinner mij hier inderdaad, 2 jaar geleden zijn we het project komen voorstellen om te voelen, ja, ons verhaal, is daar enigszins interesse in. Hoe pakt dat? En daarvoor was het Klimaatparlement echt wel een heel, heel dankbaar klankbord. Om vervolgens te zeggen, oké, we gaan daarmee door. Hè. Vorig jaar herinner ik mij dat we zeiden, ja, waarschijnlijk bijna net de eerste klant. Hè. Wat ondertussen effectief dan vorig jaar in december een feit was. Milcobel, ondertussen ja, ook Tomorrowland, dat de BNC is, en zijn er nog wel verschillende anderen. Dus we zitten wel degelijk in dat groeitraject. Is dat digitaal platform daar al? Is het al digitaal? Nee. Op dit moment is het inderdaad nog altijd wel een stuk manueel werk. En zijn we die voorbereiding volop aan het doen. Maar wat dat een heel belangrijk gegeven was, en ook daarvoor, alleen schitterend, alle connecties en netwerk, ik val in herhaling ten opzichte van al die al besproken heeft, die hier aangereikt worden, is ongelooflijk. Maar op dit moment denk ik dat we echt wel op het cruciale punt zitten om, en misschien nog eens echt even zeggen, wat doen wij? Bedrijven die inderdaad vandaag zeggen, ik wil mijn uitstoot die ik zelf niet gereduceerd krijg, gaan compenseren. En daarvoor bieden wij lokale projecten aan. En daar waar dat dan misschien tot over een paar jaar, die compensatie, dat dat nog een vraagteken was bij vele bedrijven, moeten we daar iets mee? Zal in het kader van alles wat dat op ons afkomt, in het kader van Europese regelgeving, CSRD, komend jaar zeker, want vanaf 2024 moeten veel bedrijven gaan rapporteren, voelt je echt wel dat die interesse daar is. En dat bedrijven echt zeggen, ja, oh, wacht, is daar ook iets lokaal? Ah, dan kan dat wel interessant zijn. Hè? Dus dat is eigenlijk langs die bedrijvenkant. Hoe staat het dan langs de projectenkant? Want daar zal ook echt wel het grote verhaal liggen verder. Hè. Voor wat betreft carbon farming zijn we best fier op. Hè. We hebben net onze ISO 14064 certificering gehaald, waardoor dat we echt wel kunnen zeggen, al wie dat die compensatie, die lokale compensatie opneemt in de kostenbalans, mag gerust zijn hè, voor wat betreft de audit. Maar de carbon farming is niet het enige. Hè. Je hebt ook inderdaad technieken, hè, scholen die ook zeggen, ja, alsjeblieft nu met die hoge energiefacturen, als we willen omslaan qua energiebron, help ons, hè, zijn we ook verder volop aan het uitwerken. En zo kan ik nog wel een aantal zaken opzommen. Dus, ook voor u dezelfde vraag, wat heeft het Klimaatparlement voor u betekend voor die doorstart of voor die opschaling? Ja. Ja, één, inderdaad, het netwerk. Maar wat enorm dankbaar is, is de enorme openheid, ongedwongenheid, waarmee dat er hier, of in de sfeer waarin dat er hier kan gediscussieerd worden en vraagstelling kan gebeuren, zonder dat je het gevoel hebt, ik zit hier in een competitieve omgeving en ik moet hier gaan oppassen wat ik zeg, wat morgen mee. Dat is, vind ik het allerbelangrijkste, dat die openheid daar helemaal is. Dankjewel voor deze tips, denk ik ook voor de volgende 6 pitches. Dankjewel.